Op de plek waar hij 10 jaar geleden een einde maakte aan zijn leven, herdachten zo'n 200 fans en familie hun Herman Brood. De kunstenaar en rockster zouden bijeenkomst bij het Hilton Hotel prachtig hebben gevonden. Want er was rock and roll door zijn band The Wild Romance. En de fans deelden vele bijzondere verhalen over hun idool. And now, the end is near. De gebruikelijke 1 minuut stilte, dat paste niet bij Brood. Daarom had zijn vrouw Xandra gekozen voor de stem van Herman zelf met het lied I Did It My Way. My friend, I say it clear. Herman is dood. Maar zoals je diep nu toch nog steeds ziet, is hij ook nog steeds springlevend. We genieten van zijn kunst, zijn muziek, zijn uitspraken, zijn levenslust, zijn charisma. Zo iemand kom je maar 1 keer in je leven tegen als je veel geluk hebt. Maar daarna was het zoals vanouds, rock and roll. Maar de persoonlijkheid die daar op het podium stond, die... Ja, mooi iemand stond daar. Dat vond ik. En zijn levensverhaal, dat vond ik prachtig. Wij kunnen dat niet, hij wel. Wat heeft hij persoonlijk voor u betekend? Dat hij ontzettend lief is en stevig is. Zijn eigen ideeën en dingen aanreiken wat er normaal een ander niet durft. En dat vind ik toch zo goed. Nou, mijn meest een beetje bizarre herinneringen dat ik over de gracht liep met een van onze andere vrienden. En dat Herman voorbij kwam in een opgeblazen kanootje. Wat eigenlijk voor een kind geschikt was, met de knieën rechtop. En peddelde die zo door de Voorburgwal. En dat we daar op die kant stonden te schreeuwen, Herman, wat doe je nou weer? Leuk, hè, zei hij. Gekkigheid. Zijn humor, zijn one-liners, zijn kijk op de dagelijkse dingen van het leven, zowel als nieuws als... Hij was gewoon hij was eigenlijk een stand-up comedian. Ook nog erbij. Is het niet gek om juist op een plek van zelfmoord te spelen? Nou ja, waar anders? Ik bedoel, na 10 jaar werd het wel tijd dat we weer wat deden. Ik liep hier een paar maanden terug en dan loop je er zo en dan denk je, nou, ik wil hier helemaal niet zijn, maar het voelt nu anders. Ja? Dit is een goede reden om er te zijn. Nou, en vervolgens gingen familie en vrienden van Herman Brood naar begraafplaats Zorgvliet. Ja, jullie waren er al. Zo snel? Nee, dat is het minste. Ja, kom je hier vaak? Nou, niet wekelijks, maar wel zo, ja. Bepaalde dagen altijd wel, op zo'n verjaardag. En, zeg maar, rond de kerst, maar ook wel, ja, soms ineens dat je wel denkt, ik loop er even langs. Ik vind het wel fijn dat er een plek is. Ja, wat zijn dan die momenten dat je denkt van, ja, ik ga even langs Herman? Ja, ik weet niet, ineens heb je zo'n gevoel of zo, dat je denkt... Ik wil er even naartoe. Niemand kan het beter dan jij. Nee, echt zo, ik heb niet zo'n vaste hand. Ik heb al een hele bloem wat dat gemaakt. Een hele bloem? Ik bedoel een kaart. Oh. Hoe is het nou om 10 jaar zonder Herman te moeten leven? Ja, op zich... wat we eigenlijk ook hebben... Dat het is wel een stuk saaier, zeg maar, zonder hem. Het is wel, er gebeurde altijd wat. En dat mis je dan weer heel erg. Maar op zich natuurlijk... Het gaat hartstikke goed met die kinderen. En, dus ja... Je mist hem wel. Het is gewoon, ja, ik vind het ook heel erg jammer voor hem dat hij het allemaal mist. Ook de kinderen, hoe groot ze zijn en die mooie meiden en zo, dat zal hij nooit zien. Nou, zijn er nog andere planten? Die daar achter ook. Oh, daar. Ja. Mam, dan moet ik